Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking, maar boven het noorden van Duitsland zit wel degelijk lage bewolking en mist en met een noordoostenwind kan dat ons land binnendrijven. In de rest van het land volop zonneschijn en hooguit een paar dunne sluierwolken. Maar het een koude noordoostenwind maakt het voor het gevoel rond het vriespunt. Thermometer geeft vanochtend 4 graden aan. Vanmiddag wordt het dan 5 tot 7 graden en nog steeds maken het noordoosten en oosten kans op wolken, terwijl in de rest van het land de zon volop schijnt. Vanavond verandert er weinig in de situatie, de temperatuur gaat uiteraard wel weer dalen, zo rond een uur of 8 is het 3 graden. In de nacht breiden de wolken en mist zich dan verder over het land uit, daardoor kan het morgen behoorlijk grijs beginnen met de dag. In de loop van de dag breekt in het westen en zuiden de zon vaker door, maar in het noordoosten en oosten kan het de hele dag grijs blijven. Temperaturen lopen flink uitheen. in de mist is het lokaal zelfs 2 graden. Zondag totaal ander weer, na een zwakke storing met wat gespetter, breekt later op de dag de zon door en dan wordt het 7 tot 10 graden. Vanaf maandag keert de koude lucht weer terug, overdag 3 tot 5 graden, in de nachten lichte tot matige vorst. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.